Goedenavond allemaal. Geachte aanwezigen, beste gasten, van harte welkom in 2023 en van harte welkom hier in het postkantoor. Een enkeling die sprak mij net aan bij de deur en die dacht van, goh, het is rond 8 uur, is de speech al geweest? Ik weet niet helemaal wat ik daarvan moest denken, maar ik hoop maar dat het oprecht interesse was. Mooi. Waarschijnlijk heeft u allemaal de komst van het nieuwe jaar met gezin, met familie of met vrienden gevierd in de nacht van oud op nieuw. Ik hoop dat u het gezellig heeft gehad en dat u ervan heeft genoten. Ik vind het heel erg fijn, na een tijdje, dat ik u allemaal, mede namens onze nieuwe raad en namens ons nieuwe college, welkom mag heten op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stedenbroek. Zelf, ik vind het na 2 jaar van beperkingen ontzettend fijn dat we weer samen kunnen komen. Elkaar kunnen ontmoeten en elkaar weer de hand kunnen schudden. Hoewel sinds corona een boks of een elleboog of een minzaam knikje tegenwoordig ook helemaal gewoon of een soort van gewoon geworden is. En hoewel de afgelopen jaren er wel het een en ander veranderd is, zijn we toch eigenlijk ook alweer heel snel teruggegaan naar het oude normaal. In een van de oudejaarsconferences kwam voorbij dat 2022 een jaar was om snel te vergeten. Daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Het jaar heeft ook best heel veel moois opgeleverd. Er kon immers weer heel veel. Na 2 jaar van beperkingen konden er weer huwelijksfeesten en jubilea gevierd worden. Hier in het postkantoor hebben we met onze gouden bruidsparen de afgelopen 3 jaren in kunnen halen en hebben we 3 hele gezellige samenkomsten gehad. Jong en oud kon weer naar festivals gaan, naar optredens. We mochten weer naar het theater. Of gewoon weer lekker samen met elkaar op een terrasje zitten en genieten van het mooie weer. Iedereen kon weer te kermis, in Bovenkarspel en in Lutjebroek. Koningsdag mocht weer gevierd worden met een vrijmarkt. Goed bezochte, sprankelende evenementen bij de Raadhuislaan en bij de Paus in Lutjebroek. Er was reuring op het plein rond de viering van 5 mei. En ook Huttendorp was weer als vanouds gezellig. Scholen konden met kinderen weer van alles doen en vieren. Middelbare scholieren mochten met eindexamenfeesten een belangrijke fase in hun nog jonge leven afsluiten. En eerstejaars kregen weer een normale introductie. De Survival Run en allerlei andere mooie sportevenementen konden in Stedenbroek weer doorgaan met publiek erbij. De intochten van Sinterklaas waren weer feestelijk en leuk voor jong en oud. Stichting Jongerenbeweging en Oud Papier vierde haar 50-jarig jubileum. En Nicole van Rooij, ze is hier, van Nicole's huiskamer, werd gekozen tot jeugdprofessional van het jaar. Jan de Wit en zonen kregen het predicaat hofleverancier. Samen met de collega uit Enkhuizen heb ik dat mogen uitreiken. En eveneens hebben maar liefst 10 plaatsgenoten bij 3 gelegenheden dit jaar een lintje gekregen. Allemaal mensen die veel voor de samenleving hebben gedaan en nog steeds doen en daarom ook terecht in een koninklijk zonnetje zijn gezet. Dit was zomaar een greep uit wat er het afgelopen jaar gebeurde in deze gemeente. En ik kan u verzekeren, ik heb echt nog een hele waslijst van zaken die ik allemaal niet heb genoemd vanavond. Maar er gebeurde echt heel veel en ook heel veel positieve en mooie dingen. Maar er was natuurlijk ook die afschuwelijke gewelddadige inval in de Oekraïne. En dat is de zwarte pagina in het jaarboek van 2022. Daartegenover staat dan weer de hartverwarmende reactie vanuit onze gemeenschap. Mensen die spontaan hun huis openstelden om vluchtelingen op te vangen. Iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd en ook nog steeds levert, dank u wel. Ook die menselijke barmhartigheid, die solidariteit, die hebben we in 2022 ervaren. Sinds de jaarwisseling van 2019 zit ik op oudjaarsavond met de telefoon naast me niet meer zo heel erg rustig. En u weet vast wel waar ik het over heb. Natuurlijk was het best gezellig, maar ik ben heel blij. En de brandweermensen, ik zag daar uniform, ze zijn er achterin. Die zijn denk ik ook blij dat de nieuwjaarsnacht op zich redelijk rustig en veilig is verlopen. Er waren geen grote incidenten en er zijn geen grote branden geweest.
Er was vooral veel en vooral veel mooi siervuurwerk om middernacht te zien. En daar kan ik ook wel van genieten. Minder geniet ik van het zware knalvuurwerk dat in de dagen voor de jaarwisseling te horen is. En dan druk ik me nog wat voorzichtig uit. Ik heb ook mensen gesproken voor wie het ronduit ergerlijk was of zelfs die het als belastend hebben ervaren. En het is in die dagen vooraf verboden. Maar ja, Nederland en regels blijft een lastige combinatie. We vinden wel dat er regels moeten zijn, maar soms bepalen we zelf het liefste welke regels wel voor onszelf gelden en welke niet. Ik denk dat dat wel typisch Nederlands is. In elk geval ben ik heel blij dat de Ceres ongeschonden is gebleven. En dat brengt me trouwens bij alweer een hoogtepunt uit 2022. De opening van de uit de as herrezen molen door prinses Beatrix. Het afgelopen jaar was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben een nieuwe raad met maar liefst 8 partijen, met veel nieuwe gezichten en met oude bekenden. En ik vind het vooral ook leuk en fijn om te zien dat met het toetreden van een aantal jonge, talentvolle raadsleden alle generaties in onze raad goed vertegenwoordigd zijn. Met het aantreden van het nieuwe team van wethouders, u heeft ze bij de ingang kunnen begroeten, Thijs Visser, Nico Slachter en Martien Krijger, had Stedenbroek als eerste in West-Friesland het college rond. En in mei presenteerde de nieuwe coalitie haar plannen. Er is veel te doen. Er zijn uitdagingen en ambities volop. Of het nou gaat om woningbouw, verduurzaming, klimaat, energie, inflatie of arbeidsmarkt, er is werk aan de winkel. In Nederland en dus ook bij ons in Stedenbroek. Zo moet er meer gebouwd worden. De bouw van de nieuwe wijk Waterweide die vordert gestaag. En het college is druk bezig met het verder plannen en realiseren van nieuwe woningbouwlocaties. Het realiseren van bijvoorbeeld de zogenoemde flexwoningen voor onder meer starters en spoedzoekers, dat staat hoog op de agenda. Als het gaat om nieuwe ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van een sportlandschap in middengebied Stedenbroek Zuidwest, u weet wel, dat is bij het zwembad, en de ontwikkeling van het centrum, Centrum Zuid, dat doen we vooral ook samen met u. U als inwoner, u als belanghebbende bent belangrijk in deze samenwerking. Draagvlak is een sleutelwoord dat raad en college voor besluitvorming essentieel vinden. Dat is overigens niet synoniem met dat iedereen zijn wensen vervuld zal zien. Maar het betekent wel dat inwoners en belanghebbenden al aan het begin van trajecten gevraagd worden om mee te doen. Opdat wensen, suggesties en ideeën die kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen en betere keuzes, dat die ook op tijd meegenomen kunnen worden. Dat betekent voor het bestuur natuurlijk ook iets. Want meer input vooraf en breed draagvlak betekenen minder ruimte achteraf in de besluitvorming. Er ligt meer op ons pad. De huisvesting van ons onderwijs is een prioriteit. Het op een verantwoorde manier omgaan met ons cultureel erfgoed evenzo. De zorg voor degenen in onze samenleving die het niet zo breed hebben of die extra zorg of aandacht behoeven. Onze jongeren en onze ouderen die hulp in deze soms kwetsbare levensfase nodig hebben, ook daarvoor staan we samen aan de lat. Kwetsbaarheid kan zich op meerdere manieren uiten. Soms gaat het om concrete hulp bij fysieke beperkingen, maar het gaat ook over online. Cybercriminaliteit bijvoorbeeld. Dat is iets waar zowel ouderen, maar ook jongeren kwetsbaar op kunnen zijn en slachtoffer van kunnen worden. Ook daar hebben we het komende jaar meer aandacht voor. Ik heb in de jaren dat ik hier uw burgemeester mag zijn, Stedenbroek leren kennen als een fijne en als een hechte gemeenschap. Een gemeenschap waar hard gewerkt wordt. Waar men oog en zorg heeft voor elkaar. En waar vrijwilligerswerk nog steeds volop omarmd wordt. De verenigingen, de stichtingen, alle vrijwilligers, en ik heb velen van u hier zo net al mogen begroeten, fijn dat u er allemaal bent, die wil ik dan ook allemaal hartelijk bedanken voor hun inspanningen. En na de moeilijke coronatijd heeft u nu misschien wel te maken met de gevolgen van inflatie of van oplopende energiekosten. Wij hebben daar oog voor en ons gemeentebestuur onderkent het belang van uw werk. U bent immers het cement in onze samenleving. Samenwerking staat centraal. En deze samenwerking komt bijvoorbeeld ook heel mooi tot uiting bij de verenigingen bij het Nassaupark, die de handen ineen hebben geslagen.
Met als resultaat een nieuw onderkomen voor 7 clubs die het gebouw gebruiken en zelf in beheer hebben. En deze op samenwerking gerichte houding, die zie ik ook terug bij onze raad. De wil is er altijd op gericht om samen te werken, in het belang van onze inwoners. En ieder natuurlijk vanuit hetgeen waar hij of zij voor staat en op inhoud kritisch, maar wel altijd met het belang van de samenleving voor ogen. Verschillen worden niet steeds breed uitgemeten. Er wordt vooral ook gekeken naar wat ons verbindt. En dat is kostbaar. In een samenleving die steeds meer lijkt te polariseren, is zoeken naar verbinding en samenwerking hard nodig. In maart van dit jaar zijn er straks alweer verkiezingen, nu voor provinciale staten en daarmee indirect ook voor de Eerste Kamer. En er speelden in 2022 ingewikkelde kwesties en die zijn nu nog actueel. En deze kwesties zullen ongetwijfeld ook effect hebben op de uitslag. Ik hoop in elk geval dat de noodzaak van samenwerken en het zoeken naar verbinding zijn weerklank zal vinden in die uitslag. Wij hebben dat nodig. En dat brengt me bij mijn wens voor 2023. Laten we niet kijken naar wat ons verdeelt, maar samen op zoek gaan naar wat ons verbindt. Het gaat om ons allemaal en het blijft altijd mensenwerk. Samen geven we betekenis aan onze samenleving, aan onze dorpen en aan onze gemeente. En dan pak ik nu mijn glas erbij. Namens de gemeenteraad, het college, onze medewerkers breng ik graag een toast uit op een gezond, veilig en gelukkig 2023. Ik hoop dat iedereen een glas heeft. Met elkaar en voor elkaar. Op uw gezondheid.